Mensen, welkom weer bij mijn nieuwe video. Het is alweer een tijdje terug dat ik een video in het Nederlands heb opgenomen. Maar dit moest ik even posten in het Nederlands. Want er zijn blijkbaar een groepje stelletje idiote dwazen van die halve zolen die zogenaamd voor het milieu strijden. Oké. Ik snap niet waar het is misgegaan bij die mensen. Zijn ze op hun achterhoofd gevallen? Heeft iemand hun echt pijn gedaan dat ze echt een trauma hebben? Eraan hebben overgehouden of... Ik weet het niet. Maar laat ik even vertellen hoe ik erover denk. En ik zal echt niet de enige zijn. En ik weet dat ik niet de enige ben. Want veel mensen zijn er tegen. Hoe noemen die gasten zichzelf? Extinction Rebellion of zo? Als je dat ziet, dan denk je al, wat zijn er voor stellen junkies? Echt, ik bedoel, hoe dan ook. Kijk, ik ben van mening dat als je ergens voor staat en je wil echt voor vechten, je staat ergens voor, dan moet je het ook doen volgens de regels. Maar, een tijdje terug had je van die, weer zijn bijeenkomst van die GGZ-instelling. Ze waren een dagje vrij of zo, dus het is voor hun busreisje. Een busreisje. Want hoe komen ze daar? Natuurlijk niet allemaal met de trein of met de fiets. Want je gaat niet vertellen dat er zoveel wezenlozen in één stad of op één plek wonen. Maar direct naar de, direct to the point, ja? Er was zo'n oude vrouw, die werd ondervraagd door de, geïnterviewd door Po-nieuws. En weet je wat ze zegt? Echt een idioot, echt waar. Ze zegt, ik ben zo trots dat we hier met 3 generaties staan te protesteren voor het milieu. Oké. Nou, mevrouw, ik zal je even wat vertellen. Ten eerste, als je, kijk, als je echt gelooft in iets en je gaat ervoor, weet je, en je denkt dat dat jouw pad is, weet je, jouw weg die je in het leven moet volgen, dan zeg ik oké, respect. Maar, als je daar met 3 generaties staat, hoeveel luiers heeft jouw kind en zijn of haar kind wel gebruikt? He, waar heb je al die luiers gelaten? Hoeveel potjes olievariet? Of een eigen merk van de kruidvat of weet ik veel wat. Hoeveel potjes olievariet heb je wel niet gebruikt? Die glas. Heb je die allemaal naar de glasbak gebracht? En alsnog, er zit lijm op dat potje met een etiket. Etiket is bedrukt met inkt. Dus mevrouw, kom daar niet idioot een beetje de slimmerik spelen met wij zijn zo trots. Ik ben zo trots dat ik hier met 3 generaties sta. Dan ben je gewoon een halve zol. Want jouw kind heeft met plastic auto's gespeeld vroeger. Hoe is jouw kind naar school gegaan? En is jouw kind altijd thuis gebleven? En jouw kleinkind is ook altijd thuis gebleven? Toen iedereen naar schoolreis ging met de bus. Omdat ze zei, nee, het is om het klimaat. De bus. Ja, wij gaan niet met de bus. Wij verbruiken geen benzine of diesel. Dus ben ik nou zo helder qua hoe ik het zie? Of zijn jullie nou allemaal zo dom? En als je kijkt alleen naar die figuren. Het zijn gewoon allemaal junkies. Die wijven hebben misschien een jaar lang geen jarrak gehad. Die gasten hebben misschien 2 jaar niet gedoucht, hoe ze eruit zien. Ze leven in kraakpanden. Ze eten kakkelakken, wormen. Waarom? Het is natuurlijk. Godsamme mannen. Ik bedoel, wat is dit? In wat voor tijd leven we dat mensen zo dom zijn geworden? Echt, ik bedoel, je hoeft niet eens naar school
om slimmer te worden, maar dat je gewoon zo dom wordt. Want mensen worden niet dom geboren. Oké, af en toe wel. Ik ken er genoeg. Maar dat je zo dom wordt, omdat iemand beweert van de klimaat is dit en dat, en jij gelooft dat, en jullie hebben allemaal zo'n billenvriendje nodig om je handje vast te houden. Oh ja, kom, wij gaan samen demonstreren tegen het klimaatbeleid. Ja, dus come on. Mensen, ben ik duidelijk geweest? Echt, ik bedoel, ik zit nou in een relaxed humeur. Ik heb net mijn theetje op. Ik wil mijn avond verder niet verpesten. Maar kom op zeg. Als je echt voor strijdt, waar je voor staat, waar je in gelooft, respect. Maar volg de richtlijnen. Volg de richtlijnen. Ga dan overal met de tram en met de trein. Een bus mag niet, want een bus rijdt op diesel. Hoeveel luiers hebben hun kinderen wel niet gebruikt? Die luiers zijn meestal van plastic, die bandjes zijn van plastic. En kinderen, baby's, hebben altijd een plastic lepeltje, toch? En hoe hebben hun het gegeven? Heb ik gelijk of niet? Kijk, en als tegenreactie, uit irritatie, weet je wat ik doe? Bij de statiegeldflessen hebben die dop. Die zit tegenwoordig vast aan de fles, zodat ze dat ook kunnen inleveren. Ik haal expres die dop eraf en ik gooi het gewoon op straat. Waarom? Door dit soort acties, door dit soort idioten. Ze vragen erom, dus dan doe ik het ook. Snap je dus? Bij deze mensen geloven niet in die rare shit van die klimaatactivisten. Ze weten niet waar ze het over hebben. Vergeef ze. Weet je, ik bedoel, Jezus, die zal ze ooit vergeven, maar ja, domme mensen blijven gewoon dom. En zo te zien worden ze nog dommer. Dit was de video. Ik moest even kwijt, weet je, van de irritatie van die rare, achterlijke halve zonen. Dus bij deze, stay tuned. En tot de volgende keer. Bos! Ja mensen, ik was even een klein stukje vergeten toe te voegen in deze video. Voor de klimaatactivisten, die vinden dat allemaal te ver gaat en zo. Dus bij deze. Hier. Dit gaat jou te ver, zelf. Dit gaat jou te ver. That's all, folks.